Communiceren, consumeren en bankieren zijn voor consument, bedrijfsleven en overheid cruciale online activiteiten geworden. En daarom bijzonder interessant voor criminelen. Identiteitsfraude, scammen, phishing, hacken en gijzelsoftware zijn geen onbekende begrippen meer. Recent is duidelijk geworden dat het klonen en doorverkopen van kabelmodems, waarmee mensen gratis internet kunnen gebruiken, ook een lucratief crimineel verdienmodel is. Dat werkt als volgt. Van het modem van een bestaande kabelabonnee worden alle gegevens gekopieerd en overgezet op een nieuw modem. Deze kopie wordt vervolgens in een ander regionaal modemnetwerk geplaatst, om daarin als het ware te verdwijnen, omdat het exact dezelfde unieke gegevens bevat als het modem van de bestaande abonnee. Wie een gekloond modem in huis heeft, helpt indirect mee met het oplichten van een kabelprovider en kan vervolgd worden voor heling. Een ander groot risico van een illegaal modem is dat criminelen via een zogenaamde achterdeur tot in een aangesloten computer kunnen komen, met alle gevolgen van dien. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. Gratis internet? Begin er niet aan.